Een heel goede avond. Op het WK wielrennen in Glasgow rijdt Remco Evenepoel iedereen naar huis. Hij pakt goud in de tijdrit. Wout van Aert wordt vijfde. Een hoogdag voor veel wandelaars. In Bornem is vanavond het startschot gegeven van de Dorentocht. Een wandeltocht van liefst 100 kilometer. En bij de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui zijn nu al zeker 55 doden gevallen. De ravage die is enorm. Gouden Remco, daarmee beginnen we vanavond. Remco Evenepoel, hij kwam, hij zag en hij ging lopen met de regenboogtrui tijdens het wereldkampioenschap tijdrijden. 47,8 zenuwslopende en dolle kilometers lang trapte hij zich naar de overwinning. Evenepoel was uiteindelijk 12 seconden sneller dan tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. Hij mag zich nu dus de snelste renner ter wereld noemen. Wout van Aert is de eerste klepper die van start gaat. Maar de Belgische kampioen tijdrijden komt vandaag niet in de buurt van het podium. Het gaat vandaag tussen deze twee toppers, Filippo Ganna en Remco Evenepoel. Hij is vertrokken als een kogel. Er staat veel wind in Stirling. Kijk maar naar het gezwiep van Evenepoel zijn wiel. Het weerhoudt hem niet om te knallen. Aan het eerste tussenpunt is maar één renner sneller en dat is een Italiaan. Pats, Filippo Ganna. Toch ook een vermelding voor deze Joshua Tarling. De verrassing vandaag. 19 pas, maar aan de aankomst verpulvert hij de andere tijden. De Brit pakt het brons. In de strijd voor het goud heeft Evenepoel de rollen intussen omgedraaid. De twee maken er een secondenspel van. Evenepoel maand aan tot kalmte. In de slotkilometer snelt Ganna rechts in beeld nog voorbij Pogacar. De Italiaan geeft alles tot aan de finish. En dan is het wachten op Evenepoel. Hier komt hij, de allereerste Belgische wereldkampioen tijdrijden uit de geschiedenis. Remco Evenepoel is wereldkampioen tijdrijden. Na 1 zilveren en 2 bronzen medailles is het eindelijk raak voor Evenepoel. Net als vorig jaar mag hij een regenboogtrui aantrekken. Ja, een topprestatie van Remco Evenepoel. Hij was na afloop van de tijdrit uiteraard in zijn eigen woorden heel content. Ja, super fier. Ik denk dat ik er geen... Allee, dat ik het niet verborgen heb dat ik hier echt een hoofddoel van had gemaakt. Dat ik hier echt was om te winnen, om het dan te kunnen doen tegen een supergoeie Ganna. Want ik moest echt wel mijn beste waardes op een heel lange tijdrit naar boven halen. Dat is uniek. Dus het is een hele mooie en eentje die heel lang in het hoofd zal blijven. Ja. Het was echt een van mijn beste tijdritten die ik al gereden heb in zo'n lange afstand. En ook op een supervlak, behoorlijk vlak parcours toch wel, behalve die aankomsten hier dan. Maar ik ben echt fier, ik ben echt content. Het is alleen maar goed voor het vervolg van het seizoen. Naast winnaars zijn er ook altijd verliezers bij zo'n wedstrijd. Wout van Aert werd uiteindelijk pas vijfde. En dat was toch wel een teleurstelling. Alleen heeft hij zichzelf weinig te verwijten, zei hij na afloop. Er zat niet meer in vandaag. Ik heb eruit maximum uitgehaald en het was enigszins schrikken hoe ver ik tussen haakjes achter was. Dus... Ik kon niet sneller, maar ik had inderdaad een beter resultaat gehoopt. Op het laatst voelde ik mij nog wel goed op de hupjes, maar dat bleek niet veel tijd meer goed te maken. Dus als ik naar mijn gemiddelde wattage kijk, is het absoluut zeer hoog. Dus ik kan niet meer verwachten. Eindelijk mogen ze weer, de wandelaars van de Dorentocht. Na 2 coronajaren en een editie die vorig jaar werd ingekort door de hitte, is vanavond een gewone Dorentocht gestart. Succes iedereen! Come on! Ja, om 9 uur werd het startschot traditiegetrouw gegeven in Bornem in de provincie Antwerpen. En dat al voor de 54ste keer. De deelnemers hebben nu 24 uur de tijd tot 9 uur morgenavond om de 100 kilometer met succes te stappen. En ze stonden al te drummen met duizenden om absoluut als eerste te kunnen vertrekken vanavond. Als wij midden in de massa staan wij, kunnen wij pas een half uur later vertrekken en een half uur later dat wij binnen zijn. En dat willen we zoveel mogelijk vermijden. En ook om de echte wandelaars niet te storen. Het is eigenlijk een wandelevenement. Wij lopen de tocht en... Om de wandelaars niet te storen, maken wij dat we weg zijn en ze zien ons nooit meer terug. Hebben ze wat? 8e keer. 8e keer? Ja. Uitgestapt? Ja. Wow. Ja. En wat moet er vanavond vooral niet gebeuren? Regen. Nee. Succes. Ja, dank.
Ja, we gaan live eens gaan kijken bij onze Saskia de Schutter. Niet aan het wandelen zelf, zie ik, Saskia. Maar ik vermoed die mensen achter jou, die hebben de eerste kilometers al in de kuiten, hè? Die hebben al 10 à 12 kilometer achter de rug, zoals we hier zien. Maar het zijn bijna allemaal lopers. En ja, het is eigenlijk bijna niet voor te stellen. Hè. Er zijn blijkbaar honderden mensen die die tocht echt gaan lopen. Die van plan zijn om heel die tocht te lopen of toch gedeeltelijk. Blijkbaar met de bedoeling om ja, niet te veel in de massa terecht te komen, want dan gaat dat niet vooruit, hebben wij gehoord. Maar die wedstrijd die is toch wel heel fel. Mensen willen echt wel zo eerst zijn. Ik zou denken van, ja, je wil die gewoon uit kunnen lopen of stappen. Maar ja, hier zijn heel echte amateurs bezig, Riad. Ja, ik denk, Saskia, wat veel mensen zich misschien ook afvragen die thuis aan het kijken zijn. Waarom wil je in godsnaam 100 kilometer wandelen? Dat is bijzonder veel, hè, 100 kilometer. Ja. Het is verschrikkelijk veel en het is heel zwaar, blijkbaar ook vooral mentaal. Er zijn stukken waar je enorm moet kunnen oppeppen om het gewoon nog voor te doen. Bijvoorbeeld de rechte stukken, zo hebben wij gehoord. Hè? Want ik heb het zelf helaas nog nooit gedaan. Maar dus dat is eigenlijk vooral de uitdaging, dat in de eerste plaats. Maar er zijn ook mensen die heel erg gemotiveerd zijn omdat ze gesponsord worden en omdat ze bijvoorbeeld een goed doel willen steunen. Of mensen die ze kennen, die bijvoorbeeld ziek zijn. Dat is ook een belangrijke beweegreden. En dan heb je ook mensen die bijvoorbeeld ja, militairen, die de ene grote tocht na de andere doen. En dat is dan echt vooral om te trainen. Nu, er zijn ook heel veel mensen uit het buitenland hier aanwezig. We hebben veel Duits gehoord. We hebben heel veel Nederlands gehoord. En we hebben een aantal, Nederlands natuurlijk, uit Nederland dan, van onze noorderburen. En we hebben een aantal reacties gesprokkeld vanmiddag al. Dus zichtbaar dragen. En ik krijg ook een roospalsbandje voor de bevoorrading onderweg. Eerste keer? Ja, ja, ja. Ja, en? Wat denk je? Ja, ik zie het wel zitten. Ik had misschien graag een beetje beter voorbereid. Want ik heb niet zoveel gewandeld van het jaar. Maar nee, ja, de benen zitten goed, dus ik denk dat het wel gaat lukken. 34 keer, ik heb hem hier uitgedaan al. Echt? Van de man moest ik al bijna 30 gaan dan. Maar een paar keer zo opgegeven. Van zacht weer en ja, met de voeten en al. Ja, en nu? En nu, maar ik ga nog een keer proberen voor mijn 25 te geraken. Twee keer heb ik niet hard gelopen, maar de rest heb ik allemaal hard gelopen. Dus we beginnen altijd goed natuurlijk. Hè. Dus dat is wel heel vernomen. Hoeveel mogen dat er zijn? Normaal maximum 2 voor vertrek. En dan onderweg nog eentje bij de duvel uiteraard. We overdrijven nu, uiteindelijk komt het niet goed. Dus, Het is gelukt. Het was wel een verkorte versie vorig jaar, ah, ja. Maar dat is wel gegaan. Ja. En denk je dat het dan dit jaar wel zal lukken? Ik hoop ook, het. Ook gaat lukken. Het is wel al een groot stuk meer natuurlijk. Hè. Ja, en ja, de regen, dat is wel iets waar ik dan een beetje bang voor ben. Maar ja, ik heb er vooral heel veel zin in. Het gaat goed met u? Ja, prima. Het gaat prima. Ja, ja. Ik ben op geweest. Ik heb al redelijk wat gedronken, wat mogen eten. Ik ben eigenlijk klaar voor naar huis te gaan, maar het mag nog niet. Helaas. Ja, deze man kon niet wachten om naar huis te gaan en geef hem eens ongelijk. Wie in de toekomst onder het mes moet, de kans bestaat dat er voor sommigen wat verandert. Zo is eten of drinken vlak voor of vlak na een medische ingreep nu nog vaak verboden. Maar uit onderzoek blijkt dat patiënten die in overleg met de arts net voor en net na bepaalde ingrepen blijven bewegen, eten en drinken, soms sneller herstellen en ja, dus ook sneller naar huis kunnen. We volgen een chirurgische ingreep aan de darm in een operatiekamer van het ziekenhuis in Genk. De chirurg is er gerust op. Hij weet dat zijn patiënten tegenwoordig sneller herstellen dan vroeger door een aantal oude gewoontes te laten vallen. Met name nuchter blijven, niet bewegen, in bed blijven liggen. Dat soort zaken heeft weinig of geen inbreng in het verbeterproces of het herstelproces van onze patiënten. Dat inzicht is eigenlijk al tientallen jaren oud, in Scandinavië. De methode is nu 2 jaar lang onderzocht in 22 ziekenhuizen bij ons. En de resultaten verbaasden zelfs de chirurgen. In de zin dat de kans op complicaties, op lekkages, net een heel stuk minder gaan zijn bij darmoperaties wanneer je voor de operatie normaal eet en drinkt, tot een 2-tal uur tevoren. En wanneer dat je, zoals nu het geval is, je op de ontwaakkamer een kopje koffie krijgt. Dan is de kans dat er iets verkeerd gaat kleiner. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Manderveld, ik ben Lien van de kinesisten.
De patiënt voelt zich beter, herstelt sneller en kan dus ook vlugger naar huis. Goed nieuws dus voor patiënt en ziekenhuis en binnenkort niet alleen bij maag- en darmingrepen. En dan een ongewenste bezoeker. De Aziatische tijgermug is opnieuw opgedoken in ons land. Tijgermuggen komen normaal vooral voor in Azië. Ze verspreiden ziektes zoals dengue en het Zika-virus. En ze reizen nu vaker mee met toeristen naar hier. En dat in combinatie met de klimaatverandering vergroot de kans dat de mug overleeft en permanent bij ons blijft. Vorig jaar werd ze op verschillende plaatsen in België gespot. En dit jaar is de mug dus opnieuw opgedoken. Nu zijn we dus dit jaar terug een monitoring gestart en hebben we dus gezien dat er inderdaad een melding is geweest opnieuw van hetzelfde gebied, dezelfde locatie, van een tijgermug en ook dat we eitjes hebben gevonden terug. Dat wil zeggen dat er dus voortplanting is dit jaar en exact op dezelfde locatie. Waarschijnlijk is dat dus een overwintering. Nog altijd crisis bij Delhaize. Er bleven vandaag opnieuw 6 winkels dicht als protest tegen het plan om 128 winkels over te laten aan zelfstandigen. 2 winkels in Brussel, 2 in Henegouwen en 2 in Luik. Ook in 8 andere winkels wilden vakbondsmilitanten de deuren niet openen. Maar een deurwaarder maakte dat onmogelijk met een bevelschrift. In Vlaanderen waren er geen problemen. De politie gaat makkelijker een lokfiets kunnen inzetten om fietsdieven op te sporen. Zo'n lokfiets staat gewoon op slot in een fietsenstalling, maar is ook uitgerust met een GPS. Als de fiets wordt verplaatst, gaat er bij de politie een alarm af. Nu mag zo'n lokfiets enkel gebruikt worden als er een vermoeden is van georganiseerde misdaad. En voor de bijna 40.000 scoutsjongeren uit 160 landen zit de Jamboree in Zuid-Korea er definitief op. Het internationale scoutskamp werd afgesloten met een grote show en een popconcert in de hoofdstad Seoul. Het was een bewogen editie met eerst een hittegolf en later een tyfoon. Everyone, love your neighbors, support them, because this is devastating for Maui. We probably have well over 1,000 buildings that have been destroyed. Many, many hundreds of families have been displaced. The devastation is behind me. But we will put hope out in front of us. Hoop, dat is waar velen het mee moeten doen op dit moment in de Amerikaanse staat Hawaii. Daar wordt volop gezocht naar slachtoffers van de verwoestende natuurbranden. De kleine historische stad Lahaina op het eiland Maui is daar bijzonder snel helemaal in de as gelegd. Op het eiland waren er meerdere brandhaarden en op sommige plaatsen is de brandweer nog altijd volop aan het blussen. Er zijn al 55 doden geteld, maar de hulpdiensten moeten nog honderden vernielde huizen en gebouwen doorzoeken. Dat aantal zal dus helaas nog oplopen. Duizenden mensen zijn ook hun huis kwijt. Dat het vuur zich snel en onverwacht door het stadje Lahaina verspreidde, dat blijkt uit filmpjes als dit, waarin mensen hun eigen ontsnapping uit de brand hebben vastgelegd. Sommige verhalen van overlevenden zijn huiveringwekkend. Deze familie kon geen andere kant meer op dan de zee invluchten. We all got in the ocean. We found a floating board that we hung on to. Everything we're out there floating, and this is so surreal. Everything was burning around, explosions, cars blowing up. 2 dagen later liggen er uitgebrande bootjes op het water. Lahaina, dat prat ging op tradities en geschiedenis, is totaal verwoest. De inwoners van Maui, die nu geen dak meer boven het hoofd hebben, kunnen terecht in noodopvangcentra. Het Rode Kruis helpt bij de zoektocht naar vermisten. Mensen die nog niets van zich lieten horen en waarvoor andere mensen het ergste vrezen. People are found in houses, in a huddle, holding each other because the fire surrounded their homes before they could even get out. There was nowhere to go. Voorlopig is er zekerheid over 55 doden. Vandaag gaan er ook teams aan het werk met speurhonden om in de huizen en het puin te gaan zoeken. Wellicht loopt het aantal slachtoffers nog op. I'm just so grateful to be alive. We blijven nog even in de VS. De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciale aanklager benoemd in het onderzoek naar Hunter Biden. Dat is de zoon van president Joe Biden. Er loopt namelijk een onderzoek naar Hunter Biden wegens het niet betalen van belastingen en het illegaal bezit van een wapen.
Ook stellen Republikeinen al langer vragen over zijn rol als zakenman in het buitenland, onder andere in China en Oekraïne. Enkele weken geleden leek er nog een rechterlijke schikking in de lucht te hangen, maar die sprong af. De speciale aanklager David Weiss stond al aan het hoofd van het onderzoek. Door zijn nieuwe titel worden zijn bevoegdheden nu uitgebreid en kan hij onafhankelijker werken, los van het ministerie van Justitie. This appointment confirms my commitment to provide Mr. Weiss all the resources he requests. It also reaffirms that Mr. Weiss has the authority he needs to conduct a thorough investigation and to continue to take the steps he deems appropriate independently, based only on the facts and the law. En nog wat sport. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de openingswedstrijd van speeldag 3 makkelijk gewonnen van Kortrijk met 6-0. Antwerp komt al na 10 minuten op voorsprong met een mooie goal van Vincent Jansen. Zijn eerste trouwens van het seizoen. Een erg zwak Kortrijk kan Antwerp weinig of niets in de weg leggen. En aan de rust staat het al 4-0 voor Antwerp. Hier maakt Girano Kerk het vierde doelpunt. Vincent Jansen die maakt uiteindelijk zelfs 3 goals, maar de mooiste is zeker de 6-0 van Mouya. Antwerp heeft nu 6 punten op 9. Kortrijk heeft nog geen enkel punt. Dan nog het weer. Vandaag was dat zonnig, warm en tot 28 graden. Het wordt nat wandelen tijdens de dodentocht waarschijnlijk, want de rest van de avond en deze nacht trekt een buienzone over het land en dat bij zo'n 18 graden. Morgen eerst nog kans op buien in het centrum en het oosten, soms intens en met onweer. In het westen zijn er sneller opklaringen, temperaturen tot 23 graden met een goed voelbare wind. En afronden doen wij met een op- en top Brusselse traditie, het jaarlijkse bloementapijt. Op de Grote Markt wordt een kudde olifanten met bloemen bekleed. 23 teams van bloemisten brengen er met meer dan 100.000 bloemen hulde aan het surrealisme tijdens dit René Magritte jubileumjaar. Wie het bloementapijt wil bewonderen, kan dat nog tot en met 15 augustus. Dank voor het kijken, fijn weekend alleszins en heel graag tot later. Dag. Mis niks van de muziekzomer. Vind alle events, hoogtepunten en updates in de app van VRT Nieuws.